الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft inmiddels 10 jaar lang da'wa achter de rug in Mekka. En het is hem niet meegevallen. Verschillende sahaba gemarteld, sommige sahaba zelfs geëmigreerd, helemaal naar Habesha. Abu Talib is dood, Khadija is dood. Zijn volledige support system ligt plat sallallahu alayhi wa sallam. Hij is een alleenstaande vader van kinderen, de da'wa ligt allemaal op zijn schouders en hij is maar met een paar sahaba in een gevaarlijke omgeving. Want in Mekka werd hij altijd beschermd door Abu Talib. Maar nu Abu Talib is weggevallen, is de profeet sallallahu alayhi wa sallam een soort van zijn visum kwijt. De Arabieren in die tijd waren allemaal georganiseerd rondom een stam. Als je geen familie had die jouw plek innam, die zei wij staan garant voor jou, dan kon iedereen je irriteren en aanvallen. En zoals ik zei gisteren, die irritaties werden erger en erger en erger op het leven van profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij is de laatste moest bij zichzelf een plan gaan maken. Ook onze profeet heeft dus onderdrukking meegemaakt. Hij moest een plan gaan maken. Hoe ga ik ervoor zorgen dat islam veilig door de hele wereld kan komen en ik iedereen kan roepen naar deze dien? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam denkt bij zichzelf na. Quraysh heeft geweigerd. Misschien staat Taqif ervoor open. Taqif is een andere stam die niet woont in Mekka, maar die woont in Taif. En Taif is een prachtige omgeving, het is ontzettend groenig. En er is ontzettend veel landbouw daar. In Taif dacht de profeet sallallahu alayhi wa sallam misschien wel mensen te vinden die open konden staan voor de da'wah. Hij ging dit natuurlijk niet met heel veel bombai aankondigen. Nee, sallallahu alayhi wa sallam plant stap voor stap voor stap. Hij roept alleen Zayd ibn Haritha bij zich. Zayd ibn Haritha is niet de echte zoon van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zorgde voor Zayd zijn hele leven. En hij beschouwde hem als zijn geadopteerde zoon. Maar we hebben geen adoptie in islam. Maar toch was de bijnaam van Zayd ibn Haritha Zayd ibn Mohammed. Totdat Allah azawajal het heeft gecorrigeerd in de Koran. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, klaar ligt de dag, zonder dat er iemand iets opvalt, loopt samen met Zayd Mekka uit. En ze wandelen richting Taif. Hele lange reis gehad. In Taif vertelt Ibn Hisham dat er een stamhoofd was met 3 zonen. Toen het stamhoofd was overleden, namen deze 3 jongens het over. We zaten de plek van hun vader, die stoel hadden ze met z'n 3 bekleed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zoals ik zei, denkt na, stap voor stap voor stap. Hij kan natuurlijk naar iedereen toe gaan. Hij kan naar de markt gaan, hij kan op de deuren van mensen kloppen. Maar nee, hij sallallahu alayhi wa sallam gebruikt zijn naam, zijn connecties, om zo goed mogelijk in de buurt te komen van de stamhoofden. Dus hij zit tegenover deze 3 broers. Want als deze 3 broers moslim worden, dan wordt heel Taif moslim. Dit is de tactiek van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hij praat met die broers. Hij zegt, stop met het aanbeelden van afgoden. Stop met je focussen op alles wat shirk is naast Allah azawajal. Laat deze taghuts allemaal gaan. En deze broers weigeren de da'wah. Niet alleen weigeren ze, nee, ze zijn zeer onrespectvol. De eerste broer zegt tegen hem, heeft Allah echt jou gestuurd? Jou? Kan niet. Kan niet. De tweede zegt, als Allah jou echt zou hebben gestuurd, ga je nu naar de Kaaba toe en maak je de Kaaba kapot. En neem Allah niet meer serieus, audubillah. En de derde broer is helemaal vervelend. De derde broer zegt tegen hem, luister, ik ga niet luisteren naar jouw islam en jouw praatjes, want als jij profeet bent, joh, dan ben je te goed voor mij. Dan neem ik jou sowieso niet, kan niet met jou praten, want je staat helemaal hier, ik ben een zondaar. Maar als jij een leugenaar bent, ben je te min voor mij. Praat niet met mij, ik ben sowieso niet goed voor jou. En ze begonnen de profeet sallallahu alayhi wa sallam belachelijk te maken, belachelijk te maken, belachelijk te maken. Maar onze Nabi sallallahu alayhi wa sallam is nog steeds in planmodus. Hij weet dat de hulp van Allah komt, wanneer en waar en wat. En wat hij sallallahu alayhi wa sallam allemaal moet meemaken, dat weet hij natuurlijk niet. Dus hij laat dit en hij zegt tegen hen, zonder te veel met die broers in discussie te gaan, prima dat jullie de da'wah niet hebben geaccepteerd. Willen jullie alsjeblieft dit niet tegen de Quraysh zeggen? En kan ik nog even een paar dagen hier blijven in Taif? Die broers lachen hem wel uit, maar ze gunnen hem. Denk, ah joh, wat gaat deze man doen? Niemand neemt hem serieus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gaat de markt op. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam klopt 1000 van deuren. Hij gaat niks met mensen die langs hem lopen. Hij praat met iedereen. En er was op een gegeven moment
klein clubje die de boodschap van de islam zo mooi vonden, dat ze op het punt stonden om shahada te doen. En toen de broers dit zagen en dit hoorden, verzamelden ze alle straatratten, de kinderen, de gangsters, met allemaal stenen in hun hand. En ze lopen achter jouw profeet sallallahu alaihi wasallam aan, terwijl ze hem bekogelen van hoofd tot teen. Zeid ibn Haritha probeert alle stenen tegen te houden van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Van top tot teen zit zowel Zeid als de profeet sallallahu alaihi wasallam onder het bloed. Het bloed is zo heftig op het lichaam van Mohammed ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dat zijn voeten vastkleven aan de sandalen. Ken je dat als je net uit de douche komt, als het soppige geluid hoort? Zijn bloed sallallahu alaihi wasallam is gewoon zo in die sandalen gegund. De Nabi sallallahu alaihi wasallam in shock, in totale staat van shock, rent uit Taif samen met Zeid. Tot ze ongeveer 7 kilometer hebben gerend. Hij leunde daar tegenover een boom in een van de tuinen van zijn ooms. Want zijn ooms hadden allemaal tuinen in de rand van Taif, want dat was het grond, de grond die groeide daar gewoon. Die zorgde voor goede vruchten. De Nabi sallallahu alaihi wasallam maakt zo'n pure, oprechte dua. Dat is dua is Allah is wel mooi. Plat en omdat we weinig tijd hebben, is het oh Allah. Aan wie vertrouwt u mij toe vandaag? Vertrouwt u mij toe aan mijn familie die mij niet veiligheid willen geven? Of aan vreemden die mij bekogelen? Oh Allah, wat moet ik voor u doen? Zolang u maar niet boos op mij bent, ben ik tevreden. De Nabi sallallahu alaihi wasallam zei niet, waarom ik? Hoezo ik? Ja Allah, ik ben toch een profeet, ik ben de Mohammed sallallahu alaihi wasallam, waarom overkomt mij dit? Nee. Hij zei, ik zoek maar één ding, tevredenheid bij u. Ja Rab, ik wil tevredenheid bij u. Allah subhanahu wa ta'ala stuurt Jibril alayhi salam samen met de engel Malakul Jibal. En ze gaan naar de Nabi sallallahu alaihi wasallam. En Jibril zegt, ja Mohammed, dit is de engel die van Allah azza wa jal een adab mee heeft gekregen, bestraffing. Voor dit volk van Taif dat jou helemaal heeft bekogeld. Ja Mohammed, zeg alleen maar het commando. De engel zegt, ik zal deze berg oppakken en de stad pletten. En de Nabi sallallahu alaihi wasallam, hij is een rahma van Allah azza wa jal naar de alamin. Hij zegt, misschien worden hun kinderen ooit moslim. Laat ze maar. Laat ze maar. En hij sallallahu alaihi wasallam heeft echt hard gesproken die dag. Want er zijn veel sahaba en sahabiyat voortgekomen uit Taif. De Nabi sallallahu alaihi wasallam noemde dit de zwaarste dag in zijn leven die hij ooit had meegemaakt. Echter zei hij nooit, kijk hoe zielig ik ben. Kijk hoe zwaar mijn leven is. Hij heeft ons nooit de details verteld. De details weten we omdat Zeid ibn Haritha bij hem was. De moslim, de mu'min, loopt niet te smeken voor een beetje medelijden. De moslim, die laat zijn pijn bij Allah en zoetje. Natuurlijk kan je erover spreken als iemand iets vraagt. Wat is er aan de hand? Waarom ben je zo verdrietig? Kan je zeggen, ik ben mijn kinderen verloren. Ik ben uit elkaar met mijn partner. Ik ben mijn woning kwijtgeraakt. Walakin alhamdulillah. Ik beklaag bij Allah. Dat is voldoende. Wees niet iemand die al jouw pijn en jouw drama wil parkeren bij anderen. Laat dat voor Allah. Net zoals Sayyidina Jacob alayhi salam, toen hij Yusuf was verloren, zei ik beklaag me bij Allah, terwijl iedereen toch steeds kon zien aan zijn gezicht. De profeet sallallahu alaihi wasallam. Vader dood, moeder dood, opa, oom, vrouw, bekogeld, sahaba's van hem zijn vermoord. Hij wordt gemarteld. Het is tijd dat hij sallallahu alaihi wasallam een geschenk gaat krijgen, een cadeau gaat krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Morgen gaan we het hebben over het Isra en Mi'raj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.